dit was onze nieuwe auto. En wat hebben we nu? Dit is het. Alleen maar vier wielen. Vier wielen en een bench. We zouden gisteren een nieuwe auto ophalen, maar niet klaar. Dus nou wordt het waarschijnlijk pas over anderhalve week. Hier hebben we geen tijd om hem op te halen. Dus gaan we maar een beetje oefenen zo. We hebben een setje winterbanden gekocht. Volvo wieltjes. En nog goede banden. Dus die hebben we ook wel nodig als we naar Zweden gaan. Dus die hebben we alvast. Sneeuwkettingen zijn onderweg. Sneeuwkettingen zijn onderweg. We hebben een bench om ons op. Ja. En we hebben alvast een achterklep beschermding apparaat. Dan denk je, wat is dit? Dit is te beschermen de achterkant van de bumper voor het krassen van mazzels en nagels. Dus die hebben we ook alvast, maar ja. Nog geen auto. Nee. Nee, het begin is er, hè? Het begin is er weer. Oké. Ja, kijk. Ik ga niet meer vastplakken. En daar is die dan. De nieuwe auto, de andere auto, geen nieuwe. Eens even kijken waar Dick is. Hoe is het? Goed. Is die goed gekeurd? Hij is goed gekeurd. Nieuwe toetje, tietje. Even zoeken hoe alles werkt. Alle toetertjes en belletjes. Okay. Even puzzelen. Even puzzelen. Prima autootje, rijdt heerlijk in ieder geval. Helemaal goed. We hebben hem nu anderhalve dag, dus we hebben al een stukje gereden. Ja. Nou nog kijken hoe alles werkt. Ja. Maar kom goed. Nou, de eerste twee dozen staan er al in. Huh? En op de achterbank mazzels en bench. We gaan nog even puzzelen hoe we zoveel mogelijk mee kunnen nemen. Maar het begin is er. Mooie donkere raampjes. Er zit zelfs een standkachel in. Wij zullen het niet koud krijgen. Hallo, goeie. Ja, voor mij is het goede morgen, maar voor de meeste mensen is het goede middag. Het is, wat is het? De dag na 27 december. En we gaan lekker op pad. Een paar dagen is maar, want ja, het moet ook wel eens gewerkt worden. Jullie denken altijd dat ik niet werk, maar oud en nieuw moet je weer werken. Kerstdagen gewerkt. En dan moeten we de 31ste weer beginnen. Dus, maar goed, we gaan even lekker een paar dagjes op pad. Naar een bekende plek voor ons en voor jullie ook. Naar Vessem gaan we. Gaan we even lekker een paar dagjes chillen. Naar het bos. Even vakantie vieren of zo, zeg maar. Ja, voordat onze grote trip naar Zweden begint. En, is dit onze laatste keer weg? Nou, misschien één keer. Één of twee keer kunnen we nog weg. Ja. Dus, we gaan er volop van genieten. We gaan lekker filmen. Want jullie hebben ons gemist, hebben we gelezen. Of niet, ik ken ook. En dan moet je het gewoon overslaan. Nee, we gaan lekker een beetje filmen wat we gaan doen. Voor wel een bekende plek. Maar we gaan. Oh, ik wou zeggen, we gaan zoveel kilometer rijden, maar we hebben er niks in staan. Nee, nog niet. Dan komen we niet ver. Maar goed, we gaan zien jullie zo. Houdoe.
Daar zijn we weer. We hebben lekker geslapen. Zoals altijd hier. Slapen we altijd goed. Hey, ik word weer een beetje lichter, zie ik. Het was een heerlijk nachtje. We hebben gisteravond niet veel gefilmd. Maar ja, ik had natuurlijk de nacht gewerkt. Twee nachten met kerst. En dan ben je een beetje totaal los. Dus gisteren vroeg naar bed gegaan. Maar eventjes tv zitten kijken. Wat hebben we ook weer zitten kijken? Ik weet het niet eens meer. Nou, zo erg was ik erbij met maandag dat ik het niet eens meer weet. Ja, we gaan straks een lekker stukje wandelen eventjes door het bos. En dan nemen jullie mee. Ik heb ontbijtje op. Ja, ik krijg wel wat reacties van joh, hoe gaat het met het koolhydraatarm eten. Ik eet nog steeds heel weinig koolhydraten. En dat gaat hartstikke goed. 12 kilo's afgevallen. Ja, ontbijtjes, twee eitjes. Twee gekookte eitjes. En dan moet ik het weer even mee doen. Maar goed, het is in ieder geval, als je wil afvallen, het is best wel vol te houden. Ik geef meestal snel op met zulke soort fratsen. Maar goed. Als je nou leuke recepten wil, en dat zijn niet allemaal koolhydratenarme recepten, maar Jacques heeft er pas een paar gemaakt op haar website van, tenminste website, YouTube kanaal. Heel de mazzel bakt. Moet je maar even kijken, als je, daar hebben ze wafels gemaakt. De vorige keer had ze nog iets gemaakt, dat weet ik niet precies. Maar ja, meisje maakt het allemaal wel voor me en helemaal top. Nou, eventjes de schoenen aandoen en dan gaan we lekker wandelen. Maar zo heeft ze jassie aan, ze lichtgevende jassie, want het regent. Ze regenjassie. Maar dat is ook gelijk voor in Zweden, hè, dat hij niet afgeschoten wordt. Hè, dat ze denken dat het een beer is. Of een wolf. Beetje oefenen, mazzel. Nee, een beetje oefenen. Vind je het leuk? Nee, maar als we daar ook buiten zijn. Ik vind het niet zo leuk, maar als hij buiten is, merkt hij er helemaal niks meer van. Nou, schoenen aan. En dan gaan we de palen op, de lanen in. Palen op, de lanen. Vooruit naar flinke kracht. Kijk, mazzel is alweer blij. Hé, mazzel. Je bent alweer blij, hè? Ja, helemaal. Lekker in het bos. Dan is het bijna in het bos. Mazzel is weer wild op het spoor. Waar is die? Ja, een minuutje of 10 van de camperplaats. Zit je zo in Zweden. Hij moet wat niet op met drukte mee. He? Waar zijn ze dan, de beren? Zoeken, kom, zoek. De beren zijn in winterslaap, mazzel. Ik heb geen last meer van zijn jassie. Dat is gewoon helemaal prima. Waar zijn ze dan? Waar zijn ze? Bizar, hè? Echt bizar. Tuk, tuk, tuk. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Oeh. Nee, kom niet. Kom niet, kom daar heen. Waar zijn ze dan? Dan ga ik niet bij je, is mazzel. Mazzel is in ieder geval weer helemaal wild. Er zal best wat gelopen hebben. Ja. Lekker maat. Niet zwemmen. Het is maar een klein plasje, nou, lekker hè. Kom maar zwemmen. Hier. Kom maar zwemmen, hier. De kop zien. Hé? Hey? Hé. Hey. Lekker hè, maat. Die twee duiken. Modder duiken. Modderbadje. Modderbad. Hé? Kom, we gaan. Nog
vertellen? Nee, wat niet wil. Dat is lekker warm is hier. Lekker warm. Lekker warm. Kachel brandt goed. Helemaal goed hier. Perfect. Het regent. Het regent, maar dat maakt niet uit. We zitten warm. We zitten droog. De mazzel hebt naar de zin. Helemaal goed. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen mazzel. Waar zit je? Hoi. Mazzel. Hoi, Gijsie. Waar zit je? Een nieuwe hobby. Een nieuwe hobby, doeken slepen. Wat zit je dan? Nou, kijk die vingers. Hey, alzo. Alzo. Hey. Klaar. Nou, zo gaat dat dan de hele dag. Hey. Mat. Wat zei je? Die croissantjes passen niet in je koolhydraatarme dieet. Nee. Maar? Al heel lang geen brood op. Omdat het weekend is. Omdat het weekend is, we zijn al genoeg afgevallen, dus we gaan af en toe een beetje smokkelen. Lekker croissantjes. Lekker. En wat krijgen we nog meer dan? Eieren. Een uf. Eieren. Zeg je dat in het Zweeds? Egg. Egg. Het egg, of een egg, het egg geloof ik. Ik weet het niet. We zijn er nog niet zo heel goed in. Nou, eet smakelijk. Ik ben weer lekker aan de wandel. Dit keer alleen. Jacques die ging de camper een beetje opruimen. En hij heeft een beetje last van de heup als we een paar dagen achter elkaar veel lopen. Dus die bleef lekker in de camper. En dan loop je door het bos. En dan kom je de gekste dingen tegen. Ik zal het even laten zien. Ik ben hier wel eens een keertje eerder geweest. Maar kijk. Vogeltje en zo. En ja, dat is een onderdeel van de geocaching. Geocaching. Ik weet ook nooit hoe je het uitspreekt hoor. Maar op een gegeven moment als je die hobby een beetje uitvoert. Dan ga je in het bos al die plekjes een beetje herkennen. Dan kan je een beetje zien waar het pad een beetje plat getrapt is en zo. En dan zag ik een keer dat plekje. Ik denk, hey, volgens mij ben ik daar al een keer geweest. En dat klopt. Ik ben niet aan het geocachen. Of geocaching. Ik ben gewoon aan het lopen. En het begint weer eens te regenen. Al een beetje in de Zweedse sfeer te komen. Je loopt hier even lekker. Even lekker tot rust komen. Een beetje nadenken. Een beetje, ja. Nog zat om te regelen en na te denken, zeg maar. En het gaat lekker opschieten nou. Maar goed, ik kijk, dit is ook weer zo raar, hè? Loop je in het bos. En een keer weer zo'n geul. Ik lijk wel loopgraven uit de oorlog of zo, maar dat zal wel weer niet. Maar we gaan lekker wandelen en misschien zien we nog wat leuks. Dus, wordt vervolgd. Ja, ik heb weer wat minder weer uitgekozen. Maar ja, het is niet anders. Nou, het rondje bos zit er bijna op. Helaas weer geen wild gespot. Dus, maar goed. Lekker even mijn 10.000 stapjes geprobeerd te maken. Begin van het jaar ging ik natuurlijk 10.000 stappen maken. Wacht, want... Maar dat is niet gelukt. Maar ik geloof het gemiddelde van dit jaar, dat zien jullie nu onderin. Het is geen 10.000, maar het komt aardig in de buurt. Volgend jaar, ja, we gaan het gewoon weer proberen om het weer te halen. Dus ik ben in ieder geval 12 kilo lichter dan vorig jaar in deze tijd. Dus helemaal goed. Nou, een stukje tippelen. Dan gaan we even lekker bij het kampvuurtje zitten weer zo meteen. En dan lekker even chillen. Ja toch? Ik zie toch een, ik noem dat een schiethuis, hier op een schietstoel.
Dus er moet toch wild zitten hier, maar wij komen het alleen nooit tegen. Goed, dan een paar stapjes en dan gaan we lekker chillen. We werden door Marie-José nog even uitgenodigd om een nieuwe eetgelegenheid te bekijken. Nou, hier komt het mooie buitenterras, hier het overdekte gedeelte. Ze gaan trouwens hele leuke arrangementen aanbieden voor camperaars, ontbijt, lunch en diner. Verwachte opening, 30 februari, maar dat is de verwachting. En hier zie je nog wat beelden van de binnenkant. Nu nog even in kerstsfeer. Verlichting hangt al, meubels zijn er ook al maar nog ingepakt. Schilderwerk bijna klaar en daarna gaan ze inrichten. Toiletten, zelfs invalide toilet en ook Mazzel mocht even mee naar binnen om te kijken. Het testcomité zit. Ja, het vangstcomité. Mag het? De proeftuin. Oh ja, koffie voorproef, hè? Koffie! Oh, lekker! Koffie. Lekker! Het donker, dat moet dan. Koffie. En die? We gaan er vandoor! We zijn weer terug in Oudorp. We staan weer op ons vaste plekje. En dit was ons laatste tripje van 2021. We willen iedereen hartstikke bedanken voor alle duimpjes en alle reacties die we gehad hebben. Kijken dit jaar. Voor het kijken dit jaar. Helemaal goed, helemaal geweldig. Maar bijna hoeveel duizend abonnees hebben we wel niet? 13 of zo? 13.000 bijna. Dat is echt bizar. Ja. Het was. Ja, wel een apart jaar. We zijn natuurlijk hele rare plekken weer geweest op de Noordkaap. En volgend jaar wordt het weer een heel apart jaar. Dan gaan we natuurlijk veel naar Zweden. Ja. En nog 3 weken. 5 dagen. 3 weken en 5 dagen, dan gaan we weg. Nou, jullie hebben de nieuwe auto gezien in het filmpje. We hebben inmiddels ook sneeuwkettingen binnen. En er komt er van de week nog, tenminste, die moeten we op gaan halen. Een skibox. Een skibox, want we moeten aardig wat spullen mee gaan nemen. Een extra bree, hè? Een extra bree, daar kennen er nog meer mee. En kennen er. Dat wil je allemaal extra meenemen. Ja, heel veel. Ja. Maar goed, dit was hem, denk ik. Ik denk het ook. Gaan we het jaar afsluiten. En iedereen wees voorzichtig met vuurwerk. Nou, dat mag je niet. Dus geen vuurwerk. Maar in ieder geval hele fijne dagen. En een fijne jaarwisseling. Fijne dagen. Ja, ook fijne dagen. In het volgend jaar ook fijne dagen. Fijn weekend. Fijn weekend. Fijne jaarwisseling. En blijf gezond vooral. Heel belangrijk. En alvast de beste wensen voor 2022. Juist. En dan zien we jullie volgend jaar weer. Nou, bedankt voor het kijken. En het abonneren. Vonden we ook super dat jullie dat gedaan hebben. Duimpje omhoog. En ook nog één dingetje voor de nieuwe abonnees, want er zijn aardig wat nieuwe abonnees bijgekomen. Oh ja, ja. Voor de Zweden trip. En tenminste de Zweden avonturen die we gaan maken. Dus in ieder geval allemaal hartelijk welkom. Dit was weer een van onze campertrippies. En binnenkort begint de echte Zweden trip. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. De mazzel!